Twee politici, één stelling en één schaakbord. En allebei 4 minuten de tijd. Dit is het politieke schaakspel. Met vandaag Mathé van Stralen, SP Horen, tegen Ronald Lauwman, VVD Horen. Goedenavond. Dag Ronald. Dag Mathé. Goedenavond. Zo. Nou, zo. Daar komt de stelling. De stelling. De stelling, dat zal het zijn. Het lijkt wel Sinterklaas aan. Ja. Jij mag hem voorlezen. Bestuurders, zoals wethouders en raadsleden, zouden best een wat minder vergoeding mogen krijgen. Nou, dat is een interessante stelling waar de SP volledig voor is, om het zo maar te zeggen. Wij vinden namelijk dat met name raadswerk, dat is in principe nog altijd vrijwilligerswerk. En dat zou je moeten doen uit bezieling, om het zo maar te zeggen. En op dit moment is het zo dat de raadsvergoeding voor een gemeente tussen de 60 en 100.000 inwoners is €1.710. Tot op de cent nauwkeurig, weet ik dat niet. En dat vinden wij ongelooflijk veel geld, bruto. En ja, wij denken dat dat niet nodig is. Nou ja, dat is een opvatting natuurlijk. Kijk, het is zo dat tegenover die vergoeding staat ook de verwachting dat men toch ongeveer tussen de 15 en de 20 uur per week besteedt. Nou, zoals u ongetwijfeld zult weten, gaan er nog wel wat meer uren in zitten. En het is dan ook zo dat sommige mensen ook een deel van hun baan moeten stopzetten om dit werk te kunnen doen. En we hebben natuurlijk, en dat weet u denk ik als geen ander, binnen het land ook een loongebouw. Waarin allerlei afspraken zijn, cao's, dat soort zaken. Mm-hmm. Waar ook de vakbonden natuurlijk nadrukkelijk een stem in hebben. Nou, en in dat hele loonbestel worden ook dit soort afspraken gemaakt. En dat gaat over vergoedingen voor de ambtenaren, dat gaat over vergoedingen voor raadsleden, dat gaat over vergoedingen voor burgemeesters, voor wethouders. Ja, ja. En alles wat daarmee samenhangt, zoals je dat in iedere sector hebt. Dus dat geldt niet alleen voor de gemeente, niet alleen voor de overheid, dat geldt ook voor de industrie, voor de metaalsector, voor de zorg. Overal heb je cao's en daar worden bepaalde afspraken gemaakt. En ik denk dat het heel goed is, dat is ook een goed gebruik in ons land, dat we dat gezamenlijk doen als werkgevers en werknemers. En op die manier maken we afspraken. Ja, tenzij u dat anders wil gaan organiseren als SP, maar de VVD is van mening dat het op zichzelf best redelijk georganiseerd is. En ik denk ook dat het een goede zaak is. Nou, dat is natuurlijk moet je dingen goed regelen. Alleen is het zo dat ten aanzien van politici, ambtenaren, et cetera, en heel veel mensen die het gewoon heel erg goed hebben in onze maatschappij, en dan heb ik het over met heel erg goed hebben die heel veel verdienen, dat die veelal zelf aan die knoppen zitten of veelal zelf heel veel invloed kunnen uitoefenen om juist die cao's et cetera vast te leggen. En met name in de publieke sector is dat deels zo. En daarom, tuurlijk, het is altijd zo, en dat hoor je ook altijd als of niet echt als excuus, maar wel als reden, van hey, het valt allemaal binnen de cao. Maar wie bepalen die cao? Politici indirect bepalen hun eigen cao, om het zo maar te zeggen. En natuurlijk wordt het wel goedgekeurd door de volksvertegenwoordiging, maar in wezen zitten ze deels ook zelf aan de knoppen. En ik denk dat het heel absurd is. Dat laatst stond er een artikel in de krant over een jongen die bij Blokkers 3 avonden in de week geeft die pupillen en andere jongeren geeft die training. En op de zaterdag is hij daar nog de hele dag mee bezig. En dat is vrijwilligerswerk voor hem. En dan denk ik, als ik ons zie in de commissievergadering, in de raadsvergadering, waarom, terwijl wij gewoon ons bestaan hebben, ons inkomen hebben, waarom mogen wij nog €1.700 bruto daarbovenop krijgen? Terwijl die jongen het moet doen, bij wijze van spreken, met 1 avondje in het jaar waarop hij gratis mag drinken en een borrelhapje mag nemen, om het zo maar te zeggen, binnen zijn vereniging. Ik vind het eigenlijk, nou, schandalig wil ik niet in de mond nemen, maar ik vind het niet goed. Ik vind het ongepast. En daarom denkt de SP van nou, je moet eigenlijk die maximale korting die per raadsperiode mogelijk is van 20%, dat zou je moeten doen.
ook naar de buitenwacht is het denk ik heel belangrijk dat politici, met name in deze tijd van crisis, wellicht dat we er een beetje uitkrabbelen, maar goed, daar kun je van mening over verschillen, maar dat we een voorbeeld zijn. En daarom denk ik van korter die handel. Nou ja, kijk, ik kan natuurlijk niet in uw portemonnee kijken, maar als u al een behoorlijk inkomen heeft en daar inderdaad ook nog een keer 1700 euro bij krijgt, dan kan ik natuurlijk verder niet over oordelen. Maar het is natuurlijk zo, en dat is wat ik probeer uit te leggen, dat er ook raadsleden zijn die dat niet kunnen combineren met het werk wat ze doen en dan minder gaan werken. En daar hoort dan ook een vergoeding tegenover te staan. Dat lijkt me alleszins redelijk. En u zegt dat de politici aan de knoppen staan. Kijk, het is natuurlijk zo dat binnen het werkgevers- en werknemersoverleg, hè, dus de vakbonden en de werkgevers, dat zijn niet de politici die daar zitten. Daar zitten ook de vakbondsbestuurders bij. En nou, die laten zich echt het kaas niet van het brood eten. Dat weet u volgens mij als geen ander. Nee. Dus die voeren daar actie over en die voeren daar overleg over. Nou, soms kun je het daarmee eens zijn, soms niet. Soms doen ze dat redelijk, soms zijn ze wat onredelijk. Nou, daar mag iedereen zelf over oordelen. Maar het overleg vindt wel plaats. En daar wordt ook bepaald hoe men met de verschillende lonen omgaat. Kijk, en ik kan niet oordelen over de verdiensten die u daarnaast heeft en bovenop die 1700 euro. Daar kan ik geen oordeel over geven, want dat is voor iedereen weer anders. Ja. Nou, daar hoeft ze geen oordeel over te geven. Ik kan alleen zeggen van, sinds ik klein zelfstandige ben, sinds 1992 heb ik ongeveer 18 jaar maximale huursubsidie gehad. Ik denk dat dat een indicatie is. Maar goed, daar mopper ik verder helemaal niet over. Ik ben gelukkig iemand die altijd van het minimum heel gelukkig heeft kunnen leven, om het zo maar te zeggen. Ja, dat is ook iets wat ik mijn kinderen heb trachten mee te geven. Heel goed. Daarmee behoud je namelijk ook je onafhankelijkheid. Ja. En dat is denk ik ook met name voor politici. Je moet niet afhankelijk worden van de beloning die je krijgt voor je politieke werk, denk ik. En met name als je in commissievergaderingen en in de raad zit. Want je bent daarop gekozen op basis van vrijwilligheid. Je kiest daarvoor op basis van vrijwilligheid. En op het moment dat je financieel afhankelijk wordt van wat je daar krijgt, dan kun je hele rare dingen krijgen. En ik kan niet zeggen, ik kan die lijnen niet rechtstreeks gaan trekken. Maar ik denk dat er zo in het algemeen ook in de Hoornse Raad mensen zitten die financieel deels afhankelijk zijn geworden van wat ze krijgen met het raadswerk. En dat is op zich niet erg, maar het kan wel vervelende gevolgen hebben. En dan denk ik bijvoorbeeld op het moment dat iemand het niet meer binnen zijn partij kan vinden, dan gaan men bijvoorbeeld eenmansfracties beginnen. En daarmee zeg ik niet dat de huidige eenmansfracties om die reden eenmansfractie zijn geworden, maar dat gevaar kan er wel in zitten. En dan is het politiek niet meer zuiver, denk ik. Nou ja, dat zijn hele zware woorden om zeg maar de raadsvergoeding en politiek niet zuiver aan elkaar te verbinden. Dat gaat me echt mijlen te ver. Ieder moet die afweging zelf maken. Ja, u knikt nee, maar dat is toch volgens mij wat ik u toch ongeveer hoor zeggen. Ik denk dat onze gemeente, wat toch een behoorlijke stad is, met ruim 70.000 inwoners, een begroting van 180 miljoen, een enorme opgave op het gebied van zorg, van veiligheid, bereikbaarheid, infrastructuur en noem het allemaal maar op. Die heeft recht op een goed bestuur. Ja. En ik denk dat het ook redelijk is dat de mensen die daar dagelijks en vrijwel dagelijks mee bezig zijn, dat er ook een vergoeding tegenover staat. En zoals ik al gezegd heb, dat soort vergoedingen worden gewoon in goed overleg vastgesteld. Ja. Dat is niet door de individuele raadsleden die zeggen van, nou doe mij nog maar eens eventjes 100 euro meer. Zo werkt dat helemaal niet. Nee. Er zijn gewoon keurig netjes nette overleggen voor binnen ons land, zoals we dat met z'n allen georganiseerd hebben. En ik denk dat we dat ook zo moeten houden. Morgen te zien in het politieke schaakspel. Ed Meester tegen Sylvia Visser.